En het tweede reekshoofd. Een straffere finale kunnen we hier dus niet hebben. Atri en Reddy uit India zijn het eerste reekshoofd. Zwalina Wacha uit Polen het tweede reekshoofd. Onze Indische vrienden hebben een reële kans op de Olympische Spelen van Rio volgend jaar. Een winst zou hier dus goed van pas komen in hun race naar de Olympische Spelen. Beiden hebben trouwens de ambitie om ooit een medaille te pakken op de Spelen. Ze debuteerden in 2007-2008 bij de Asian Junior Championships en ze hebben sindsdien een professionele carrière uitgebouwd. Daartegenover staan dus Zwalina en Wacha uit Polen, het tweede reekshoofd hier in Leuven. En ze hebben zich in een werkelijk outstanding dubbel deelnemersveld onderscheiden door al hun wedstrijden in twee sets te winnen. Ook zij zijn dus reële kanshebbers op een ticket voor Rio. En puntenwinst is ook voor hen eigenlijk noodzakelijk. Het belooft hier dus in Leuven op deze finale dag een sportief vuurwerk te worden tussen de twee continenten Europa en Azië. Zwalina heeft al twee keer dit toernooi, de Yonex Belgian International, gewonnen. En dat telkens met een andere partner. Dames en heren, zet uw schrap voor een ongetwijfeld spannende en fantastische heren dubbelfinale tussen het eerste reekshoofd uit India, Atri en Reddy, tegenover het tweede reekshoofd uit Polen, Zwalina Wacha. Ladies and gentlemen, on my right, Manu Atri, Sumit Reddy, India. And on my left, Adam Zwalina, Przemyslaw Wacha, Poland. Sumit Reddy to serve to Przemyslaw Wacha. Love all. Play. So we're back with the final match on finals day of the 2015 Yonex Belgian International Championships here in Leuven. Service over one. It's the men's doubles. Number one against number two. Atri and Reddy, top seeded Indians. In purple tops, white shorts. Against the effervescent Poles in white. Number two seeds, Adam Zwalina and Przemyslaw Wacha. Service over, 1-2. These two pairs occupying the upper echelons of men's doubles in the world, 21 and 22 in the world respectively. And played only a couple of months ago in the Lagos International. It was the Indians who came out on top as second seeds on that occasion, the seeding reversed here in Belgium. In two games, 21-17, 21-17. They're both, three, four men, both players know a little bit about each other. Service over, 3-0. Top-seeded Indians had a bye in the opening round. Beat Pistorius and Siddle
Seidel of Germany, 22-20, 21-11 in the second round. Quarterfinal victory in three games over Rafi Beck and Peter Kiesbauer. From memory, Germans had at least one match point in that match. And then the Indians again, three games in the semi-final over Briggs and Wolfen in England, 21-19 into the deciding set. Poles, on the other hand, comfortable over defending champions Christiansen and Daugaard of Denmark, 5-2 in the semi-final. And young Danes Bond and Jonsson again in two games, and they haven't dropped a set en route. Easy two-game win over Andre Ellis and Peter Mills in the second round. Service over, 4-5. So certainly it's the Poles who've expended the least amount of energy this week. Service over, 6-4. Service over, 5-6. 6-0. Play. Service over, 7-6. Eight six. And as always on those fixed serves and the poles, opponents looking to the referee for some sort of help. Service over, 7-8. Certainly. Daugaard and Christiansen were very vocal in their opposition to Adam Suolina's serve in their match in the semi-final, or quarter-final. Service over, 9-7. Kept getting shorter and shorter already. Time after time.
getting closer to Nanette on the attack. Play. Pamislav, play. Ten, nine. 11-9 interval. 4 points in a row for the Indians, taking them from a 9-7 deficit to going into the interval. 11-9. The reality of it is that both these pairs will be battling it out for one of the last, very last positions for the Rio Olympics next summer. Olympic qualification spots at a premium in doubles. 20 seconds. And the Indians are really now starting to push home their advantage in this opening game. Play. 14-10. Poles is managing to win 1 point in the last eight. Service over, 11-14. Nice from the poles. Clever net play. 14. Yeah, one defensive shot. Too many for Adam Svalina. Service over, 15-12. Well.
Service over, 13-16. The Indians. Should have just tumbling over. Service over, 17-13. This one here. Very difficult for Vaca to do anything. The lift just a little long. It's over, 14-17. From the poles, clawing their way back into this game. 16-17. Service over, 18-16. Good variety from Vaca. A little soft stop, mixing it up a little. 18. Service over, 19-17. Again, it's the Indians just keeping their noses in front, 19-17. And the signals from Reddy to our three. Lucky return from Vaca. Service over, 18-19. First set vital in this men's doubles final. Over 20, game point 18. Unions who get the game point. Not set point, as it says in the caption, that's tennis. Of course, we have a little tennis ball also, but we forgive them that. So it's over 19-20. Rally.
Crowd getting involved. Yeah. Ooh. Yeah, super rally in the polls. Leveling it up at 20-all. 20-all. Getting late here in Leuven. 10 past 10 local time. Still a large crowd in the arena for this men's doubles final. Excellent return of serve. Service order 21-20. Shortened to the center, if I'm reading the signal right. Yeah. Yeah, no mistake this time from Reddy. Smash into the body of Walker. First game for the Indians, 22-20. First game won by Manu Atris, who is ready, 22-20. Badminton van de bovenste plank. Het is smullen geblazen hier toe. U krijgt waar voor uw geld hier op het Yonex Belgian International met deze fantastische finale in het herendubbel tussen Atri Reddy uit India aan de ene kant en Swalina Wacha uit Polen aan de andere kant. Niet vergeten, dames en heren, morgen kunt u ongetwijfeld deze wedstrijd herbeleven in de samenvatting van deze finale dag in Sportza op 1 in de loop van de namiddag. Zeker even uw televisietoestel opzetten. Zometeen het tweede game in deze zeer spannende finale. Twenty seconds. Second game, level, play. One, love. I'm ready, and actually just seem to have every answer. Everything that the Poles can throw at them. Time is over. 1-0. Two, one. Good reply from the Poles. 21 minutes gone. Another excellent week here in Leuven. Credit to the organizers, the volunteers, umpires, line judges. Had some extremely long days here this week. Than is normal. Tournament delivered with extreme efficiency.
retains its status, of course, as one of Europe's premier international challenge events on the Badminton Europe circuit. This judgment from Svalina. Over 2-3. Smallest attention to detail on every facet of the preparation of the courts and the organization this week, even down to the little number of the court on the umpire's chair. Service over, all done. Three. And created with a lot of pride. And one of the few tournaments that delivers live TV coverage around the world, and that we can benefit from also on our streaming. Fantastic pictures from the host broadcaster. We forgive them for the little tennis ball up in the top left-hand corner. Come on, go, come on! Time is over for all. What a rally. Excellent rally. Rally the match so far, without a doubt. Service over, 5-4. It's over, 5-6. Time is over, 7-6.
8-6. Come on, play. Play. Manu, play. Interval. Zijn we op weg naar een beslist derde game. Alleszins Swagna en Wacha hebben de leiding in het tweede game genomen. Het staat 11-6 en onze Indische vrienden hadden het eerste game gewonnen. Zo meteen het vervolg van dit tweede game. Twenty seconds. Oh. 11-6. Play. Time is over, 7-11. Thank you. What? 7-11, play. So it's over, 12-8. Service over, 9-13. Oh!
10-13. Time's over, 14-11. So it's over 12-15. Service over, 16-12. Play. Time is over, 13-16. Play. So it's over, 17-14. Seventeen.
17-all. Service over, 18-17. Service over, 18-all. Service over, 19-18. Manu. Service over, 19-all. Game point, 19. Second game won by Adam Salinov, Premislav Vacha, 21-19. One game all. We krijgen de kips op de taart, dames en heren. Derde game in de laatste finale. Bloedstoot zal het worden, want ze zijn echt wel aan elkaar gewaagd. Dat blijkt uit de score 1-1 staan tussen Atri en Reni uit India aan de ene kant en Swalina Vacha uit Polen aan de andere kant. Zometeen een alles beslissend derde game. Twenty seconds. Adam. Final game. Level. Play. Thank you.
one love. Service over, 1-0. Service over, 2-0. Play. Sumit, come to me. Come on, Poland! Three, two, play. Service over, 3-4. Time's over, 5-4. Service over, 5-0. Adam, Tremisla. Time is over, 6-5.
Okay, thank you. Six, five. Play. Seven, five. Service over, 6-7. Six, seven. Play. Seven, all. Eight, seven. Okay, Adam, where is that? Thank you. Eight, seven, play. Nine, seven. Time is over, 8-9. It's over, 10-9. Sorry, it's over, 10-0. Service over, 11-10 interval. Change ends. Niet te voorspellen hoe dit gaat eindigen, dit kan wel zo.
zo dicht bij elkaar. Alleszins Atri en Reddy hebben nu 1 puntje voorsprong in het allesbeslissende derde keer. Niet vergeten, dames en heren, straks na afloop van deze finale nog niet meteen naar huis gaan, maar naar de eerste verdieping van de sportoase gaan. Want daar in het Belgian Beer House is er nog een gratis vat dat leeggemaakt moet worden. Straks dus eerste verdieping sportoase in het Belgian Beer House. 20 seconds, 20 seconds. Coach, please leave the court. The court. Leave the court, please. Eleven-ten. Play. Time is over, 11-0. Play. Time's over, 12-0. Hey! Time's over. 13-12. It's over, 14-0. Play. Hey.
16-14. Service over, 15-16. Time is over, 17-15. Time is over, 16-18. Time is over, 19-16. Manu from his lab, come here. Time is over, 17-19. Match point 17. Service over, 18-20.
Mercy. Play Manu to me. Play. For misconduct. Premier Slam. Match won by Manu Atri, Sumit Reddy, 22-20, 19-21, 22-20. Wat een promotie voor het badminton was deze laatste finale van deze finale dag van het Yonex Belgium International. We laten de spelers natuurlijk heel even op adem komen, dat zullen ze kunnen gebruiken. En dan verwachten we hier nog voor een woordje uitleg bij die fantastische finale die we net hebben meegemaakt, gewonnen door Manu Atri en Sumit Reddy. Dames en heren, hier zijn ze, de winnaars van het Men's Dubbel. Manu Atri en Sumit Reddy. Sumit, are you tired after this game? Actually not. I'm more energetic because I won, so I want to win another match now. Hij wil nog een wedstrijd spelen, wil nog een wedstrijd winnen, dus de vermoeidheid voelt hij niet. What a fantastic game. Promotion for badminton. Yeah, actually, it's a great victory for both of us, and we played really very well. And this is our second victory in the last 2 months. So I'm really motivated now for the next tournaments. And it's thanks for the crowd over here. Thanks for the support, everyone. It was a great support for both of us. Ze danken natuurlijk het publiek. Het was een zware wedstrijd, maar ook een deugdoende overwinning. Also mentally, a very intense game. Yeah, it was anyone's game because, see, we had to fight for each point, not just on court, but also showing that we are strong.
But they also were doing the same thing, but at last we got the better slightly than them. Het was mentaal ook een heel intense wedstrijd van beide kanten. Dat hoort ook bij het spelletje. Was this important in the road to Rio next year, the Olympics? Yeah, definitely. It's like a plus point for both of us, like winning this tournament. And there are like many more upcoming tournaments that we have to play really well in that. And obviously this will a plus point for both of us. Ze hebben een missie, dat is in Rio te geraken volgend jaar. En dus was het heel belangrijk om dit toernooi te winnen. Manu Atri en Sumeet Reddy. Tot slot natuurlijk nog, dames en heren, de huldiging, de podiumceremonie van deze laatste finale. En ze hebben gestreden voor wat ze waard waren. Ze hebben een fantastische finale gespeeld. Runner-up from men doubles at Yonex Belgian International, representing Poland. Adam Zwalina en Trzemisław Wacha. Marc Florquin, de deputé van sport van de provincie Vlaams-Brabant, die gaat de prijzen overhandigen. En dat is dus nog altijd een check. Twee flessen Leffe en Belgian chocolates, Belgische pralines voor Adam Zwalina en Trzemisław Wacha uit Polen. And then the champions of Yonex Belgian International men doubles representing India, Manu Atri en Sumeet Reddy. En het is Rick Moens, de directeur van Yonex Benelux, die de prijzen gaat overhandigen aan onze Indische vrienden die deze fantastische finale tot een goed einde hebben gebracht. Dames en heren, ik wil al even zeggen dat u volgend jaar zeker zaterdag 10 september moet noteren. Zaterdag 10 september, de finale dag van de editie 2016. Heel belangrijk om dat alvast te noteren en te onthouden. En dus ook naar de eerste verdieping zometeen voor dat gratis vat. Dames en heren, het podium van men doubles uit Polen. Adam Zwalina en Trzemisław Wacha. En daarnaast Manu Atri en Sumeet Reddy. Wij danken u voor uw aanwezigheid. Veilige terugrit, maar niet vergeten, eerst nog iets gaan drinken in het Belgian Beer House. I want you now, I know you can see.